Opvallend nieuws. Arjen Lubach is gekozen om het zongfestivalietje van dit jaar te onthullen, maar de bekendmaking zal niet op prime time worden uitgezonden. De Avro Tros heeft besloten om in plaats daarvan een speciale uitzending van de avondshow met Arjen Lubach in te lassen om 16.45 uur in de middag. Dit ongebruikelijke tijdstip roept vragen op, aangezien de meeste tv-kijkers op dat moment nog aan het werk zijn. De beslissing lijkt lastmine te zijn genomen, aangezien de tv-gidsen en online-schema's nog steeds de herhaling van de avondshow op dat tijdstip vermelden. De reden achter deze keuze blijft vaag, en er wordt gespeculeerd over mogelijke verschuivingen in de programmering. Er wordt gefluisterd dat Afro Trost de bekendmaking in de middag wilde doen, zodat alle actualiteitenprogramma's het nieuws konden oppikken. Deze redenering wordt echter als vreemd beschouwd omdat de bekendmaking hierdoor niet gericht lijkt te zijn op de kijkers, maar eerder op de pers. Tina Nijkamp, een kijkcijferanalist, noemt het de gekste reden ooit en benadrukt de mysterieuze en onverklaarbare aard van deze beslissing. De vraag blijft waarom zo'n nationale aankondiging op deze manier geheim moet worden gehouden.